Hallo, welkom terug in deel 2, de uitgebreide reading van over de mannelijke energie voor de maand juni. En in dit uitgebreide deel gaan we gaan kijken van wat de onbewuste schaduwen zijn, waar dat de blokkades zouden kunnen zijn, waar dat hij zichzelf al dan niet zou kunnen saboteren. En natuurlijk een aantal adviezen. Ook de vlammen gaan we kijken. En ga ik meegeven op welke manier dat je die dan kan gaan helpen, ik wil hier te veel zijn, gaan behulpzaam zijn in jouw proces. Dus, want je weet, de mannelijke energie is niet alleen voor de mannelijke energie in de connectie, maar ook voor de mannelijke energie in onszelf. Wat krijgen we? De schaduwen, waar dat het over gaat gaan, of welke de manier waarop hij de mannelijke energie zich kan blokkeren, gaat over judgment, results, resultaten, beslissingen, de finaliteit, dus het eindresultaat. Het is ook een 2-kaart en dus gaat het weer, en hier krijgen we ook een 2, dus 2-2 is ook weer een signaal, een verwijzing naar Divine Feminine. Niet naar de Divine Feminine, maar tweelingvlammen, excuseer. En dit is kaart 11, de healing. Dus wat is dat hij het moeilijkste in heeft en dus eigenlijk nog het meeste zichzelf zal aan kunnen insaboteren in juni, is het feit dat hij eigenlijk nog altijd probeert vanuit zijn mind zijn healing te proberen van verklaren. En dat beperkt hem natuurlijk in het volledig kunnen verbinden met die licht en die liefde. En dat is de grootste reden waarom dat hij de grootste uitdaging in de maand juni. Want hoe meer dat hij in die healing stapt en echt vanuit die verbinding met die vrouwelijke energie, waar we in de wekelijkse reading ook over hadden, hoe meer dat hij in staat is om met die emoties te gaan verbinden en met zijn eigen vrouwelijke energie, zowel in zichzelf als in de connectie, had hij veel meer nog gaan healen. Had hij nog gemakkelijker in die service naar anderen, in het dienstbaar zijn kunnen stappen. Maar nu heeft hij er nog veel te veel oordelen over, want het past niet en het klopt niet in het beeld dat hij heeft over zijn leven, over zichzelf. En dat is ook de reden waarom dat zo en identity krijgen, dus de zielsidentiteit. Hij hangt nog veel te vast aan de voorouderlijke, aan de familie, aan de structuren dat hij gewoon is. Dat kan een maatschappij zijn, dat kan een bepaalde plaats van werk zijn, dat kan een bepaalde plaats zijn waar dat hij woont zelfs. Vrienden waar dat hij mee omgaat, zelfs gewoon de manier waarop dat hij als het ware zijn was doet, of zijn tanden poetst, om het zo een heel eenvoudig voorbeeld te geven. Maar al die gewoonten, hij wordt gevraagd om meer nog, en dat is hier weer een 22-kaart, om nog meer in zijn eigen welzijn, nog meer voor zijn eigen welzijn te gaan kiezen. En daar wordt hij maar altijd maar bewuster en bewuster over. Maar natuurlijk is hij gewoon om het vanuit die vervormde mannelijke energie te gaan doen. En dat weet hij nog niet goed. Hij voelt zich daarna nog niet stabiel in. Om van daaruit zijn leven vorm te gaan geven. En dat is zijn grootste uitdaging op dit moment. Omdat hij natuurlijk wil hij niet beoordeeld worden door familie of vrienden. En daar ziet hij dan ook die patronen in. Dat wanneer dat hij oordeelt over anderen, bijvoorbeeld zoals dat hij vroeger in het verleden gedaan had over spirituele mensen, of over readingen, of over wat dan ook, hoe meer dat hij daar nu bewuster van wordt, hoe meer dat hij moet toegeven dat hij zelf ook in die patronen zat en in die fouten ook gemaakt heeft. En dat is hetgeen waar dat hij nu ook gevraagd wordt om nog veel meer met die vrouwelijke energie te gaan verbinden. En eigenlijk al het leven, alles die in zijn wereld gebeurt, om dat echt te gaan kijken vanuit verschillende hoekspunten. En niet alleen vanuit zijn standpunt, maar ook vanuit het standpunt van de vrouwelijke energie. Het standpunt van het collectieve. En hoe meer dat hij dat gaat doen, hoe meer dat hij ook gaat zien welke patronen, welke overtuigingen, welke oude ideeën, dat hij nog meer mag gaan healen en in de zin van gaan transformeren, zodat meer vanuit die licht en dat liefde gaat gaan gebeuren. En dan gaat hij in staat zijn om inderdaad weer die verbinding te maken met zijn eigen zielsidentiteit. Om nog meer vanuit die compassie en nog meer vanuit die vergiffenis en vanuit die hogere wijsheid, vanuit die hogere energie, zijn leven te kunnen gaan vormgeven. Maar omdat hij die verbinding met de bron die in zijn hart zit, dus vanuit dat hartgedragen bewustzijn echt zijn leven kan gaan vormgeven. En dat hij dan eigenlijk ook het licht in zichzelf vooral gaat gaan accepteren. Waar dat hij het vroeger altijd maar weggeduwd heeft of enkel maar kon zien via zijn Divine Feminine.
via de vrouwelijke energie. En dus hoe meer dat hij in dat proces gaat en hoe meer dat hij eigenlijk die controle loslaat en die mind loslaat en die oordelen loslaat, hoe meer dat hij het stuk van patronen, van erfenissen, hè, dat ego ook loslaat, hoe meer dat hij gaat kunnen verbinden met dat hogere bewustzijn en hoe meer dat hij ook bewust zal zijn over zichzelf en in staat gaat zijn om zijn hart te openen voor nog meer welzijn. En waardoor dat hij gaat in staat zijn om een leven vorm te geven vanuit flow in plaats vanuit angstvallig vasthouden. Dus dat is zijn grootste uitdaging op dit moment. En eens kijken wat deze kaarten geven. Wat dat er nog boodschap voor de divine masculine energie van de maand juli. Yes, en 3:30. Ears wide open. Ja. Jezus, altijd maar nog verder en verder. Verder en verder nog aan het zichzelf, zijn oude zelf aan het afbreken. Aan het eigenlijk zichzelf toestemming aan het geven om nog meer en meer die dingen. Los te laten, hoe dat het geweest is, hoe dat hij dacht dat het moest zijn, om dat nog meer en meer los te gaan laten. En meer gaat hij dan ook zien dat de dingen waar dat hij altijd gedacht had, die waarheid waren, en hier als je 3-3, dan is 6, dan is het ook weer verbonden met die liefde. Hoe meer dat hij de dualiteiten en alles ook gaat zien, en ook waar dat hij eigenlijk zichzelf iets heeft wijsgemaakt, maar ook gewoon dingen gewoon maar zomaar heeft aangenomen over anderen. En hoe meer dat hij dat gaat gaan doen, hoe meer hij gaat zien dat hij eigenlijk van die vos veel meer in zijn leeuwenenergie gaat kunnen stappen. De leeuw, naarmate dat we dan ook de leeuwpoort naderen, wordt de leeuw in de mannelijke energie, wat dat te maken heeft met die wilskracht, met actie ondernemen, met stappen zetten vanuit dat licht, dat vanuit die geheelde mannelijke energie. Hoe meer en meer dat we dat gaan zien. Nog niet per se, zoals ik hier ook gezegd heb, niet per se in de maand juni, maar wel naarmate dat we meer juli en zelfs nog meer augustus gaan naderen. En wat zien we ook nog? Wish upon a star. En ook hier zie je weer die verbinding met het hart. Tegelijkertijd is die ook beschermd door de engelenvleugels, dus door zijn team. Dat zijn die engelenvleugels. Hij is beschermd door zijn team, dus hij staat er niet alleen voor. Hij wordt gestuurd, hij wordt. De weg wordt voor hem uitgetekend, wordt getoond. En hoe meer dat hij die verbinding kan maken, wat hij ook net gezegd heeft, met zijn emoties, met zijn vrouwelijke energie, met die liefde en dat licht, hoe meer dat hij nog krachtiger gaat worden. Want eigenlijk zijn kracht is de verbinding dat hij heeft met die vrouwelijke energie. En dan krijgen we Spirit of Gratitude. Dat is hetgeen wat hij gaat merken, hoe meer dat hij ook dankbaar is voor de kleine dingen die al verschoven in zijn leven, voor de kleine dingen die er al zijn. Hoe gemakkelijker dat hij ook vooruit gaat gaan, hoe meer dat hij vertrouwen gaat hebben in zichzelf, hoe meer dat hij gaat vertrouwen in de nudges, in de kleine nuances dat hij voelt in zijn intuïtie. Waar dat hij dat vroeger altijd gewoon genegeerd heeft, volledig not done, dus volledig aan de kant geschoven heeft, gaat hij meer en meer weer die verbinding maken. Van daaruit gaan zien dat dan ook die eenheid en de connectie weer veel meer gaat gaan stromen. Dat er ook weer veel meer balans gaat ontstaan. En ook hier zie je weer de call of the muse. Dat is weer opnieuw een bevestiging dat de mannelijke energie op dit punt in het proces en in het collectieve groei waar we staan, collectief gezien, dat de mannelijke energie die vrouwelijke energie echt nodig heeft als muze, als inspiratie om in zijn leeuwenenergie te stappen. Om in zijn wilskracht te stappen. Om in die geheelde mannelijke energie te stappen. Want heel veel mannen, mannelijke energieën, niet per se mannen als geslacht, maar heel veel mensen weten niet wat dat betekent, weten niet wat het is om vanuit een geheelde mannelijke en een geheelde vrouwelijke energie, en dus vanuit die eenheid in zichzelf hun leven vorm te geven. Hoeveel mensen zijn er niet dan wanneer dat ze relaties zijn? Gewoon zichzelf compleet verliezen. En let op, hè. Ik heb ook die patronen gehad. Ik heb ze ook moeten helen en aankijken. Dus het is niet dat het onmogelijk is. En dus in juni gaat de mannelijke energie nog veel meer de schaduwen gaan aankijken. Nog veel meer gaan kijken van, oké, waar heb ik eigenlijk mijn kracht weggegeven aan het donkere? Waar heb ik niet vertrouwd op dat licht en liefde altijd in mijn leven is? Waar heb ik mij dingen laten wijsmaken?
En hoe meer dat hij dan eigenlijk licht werpt op zijn eigen schaduw, maar ook op het schaduw van de maatschappij, van het leven, van de connectie, van wat dan ook, allerlei templates, hoe meer dat hij in staat gaat zijn om in die healing nog weer te stappen. En om eigenlijk oplossingen te bedenken voor de obstakels waar hij tegenaan loopt. En zo gaat hij dan ook ontdekken dat hij eigenlijk ook een deel is van een galactische healer. Dat hij daarmee verbonden is. De meeste tweelingvlammen zijn ook galactische healers. En dus gaat hem ook helpen om echt letterlijk vooruit te stappen in die reis van een tweelingvlam. In zijn eigen bewustwording, in zijn eigen zielsgroei, want daar gaat het uiteindelijk over. Maar met een open mind. Want dat hij hier zichzelf aan het begin van de maand constant nog voortdurend saboteerde en blokkeerde door zijn mind, gaat hij doorheen dat proces in de maand juni nog meer en meer dat kunnen loslaten. Want hij gaat veel meer ook vertrouwen. En hij gaat ook zien dat het universum hem ook stuurt. En hoe meer dat hij die stappen neemt, hoe meer dat hij gaat zien dat het inderdaad beloond wordt. En dat het inderdaad de moeite waard is. En dan zitten we op het punt dat hij inderdaad volledig ontwaakt is. Dat hij volledig klaar is om in zijn missie te stappen. Om volledig in die eenheid te gaan stappen met die vrouwelijke energie. Dus eerst die eenheid in zichzelf alweer. En dan van daaruit die eenheid met zijn vrouwelijke energie. En wat is het advies voor de mannelijke energie voor de maand juni? Ja. Hou je doel goed voor ogen. En dat is hetgeen dat de mannelijke energie in de maand juni zeker gaat doen. Hij, zoals ik zeg, hij had die verbinding met de vrouwelijke energie in zichzelf, met zijn eigen emoties, met zijn team, gebruiken om vooruit te stappen. En daarom. Kijk, het licht blijft voor hem het punt van focus, blijft voor hem het punt van aantrekking. En dan, terwijl dat hij dat doet, is hij veilig, is hij beschermd. Het is dus veilig om zijn angst volledig los te laten. Ook hier nog eens een stukje van beschermen. En wat gaan we ook zien, wat dat ook behulpzaam is, zowel voor een mannelijke als een vrouwelijke energie, dat is eigenlijk dingen gaan opschrijven, gaan noteren, gedachten opschrijven, gevoelens gaan opschrijven. Want door net het op te schrijven, breng je het uit die schaduwen en breng je het in het licht. En in het licht brengen is eigenlijk al een onderdeel van de transformatie van de healing. Je brengt licht waar dat nooit licht heeft geschenen. Je brengt licht in jezelf eigenlijk. In alle cellen en in het uiterste van wie dat je bent. Dan nemen we de Indigo-kaarten. Extra informatie, aanvulling voor het reading. Ja, dat heb ik wel gedacht. Aartsengel Metatron is een van de engelen, die aartsengel die op dit moment heel dicht en nauw staat bij de mannelijke energieën. En met zijn Flower of Life. En gaat hij eigenlijk de wijsheid overbrengen. En dan zien we ook. Ik ben aan het kijken, is dat een man? Ja, het is een man. Dat is een mannelijke figuur, dus mooi om te zien hoe dat ook zich hier toont. Dus de mannelijke energie gaat echt deze maand, in juni, nog veel meer naar buiten gaan. En dat is ook de reden waarom het beter is om op dit punt van jullie proces, zeker als er geen communicatie is, om dat nog niet te verwachten. Want ze zijn er nog niet klaar voor. Ze moeten eerst terug naar binnen gaan. Weer eerst die eenheid in zichzelf gaan creëren. En dan pas gaan ze in staat zijn om stappen te ondernemen. Niet alleen in hun eigen missie, niet alleen in de gezamenlijke missie, maar zeker ook in de connectie. Want het pad van een tweelingvlam lopen is het pad van je ziel. Dus hoe meer dat je aan jezelf werkt, hoe meer dat je eigenlijk de weg klaar maakt en zuivert om in eenheid te komen met jouw tweelingvlam. En dat maakt het niet uit of dat jij jezelf herkent als een mannelijke energie of niet. Kijk, voilà. Deze relatie is een zielsconnectie en je kracht komt van binnenuit. Oh my god, echt hoor. Wat was ik aan het zeggen? Ah, zo mooi dat altijd werkt. Oké, dus extra informatie. Extra advies nog. Al met die patronen van sabotage en loskomen van templates en nog veel meer te verbinden met emoties. Wat moeten we nog weten? Voor de mannelijke energie in juni.
Ja, ik blijf schuin tot ik hoor, het is genoeg of het is stop. Dat er vanaf wat ik soms krijg. Dus wat krijg ik? Voor de mannelijke energie is het aangeraden om naar de aquamarijn vlam te werken. Om meer helderheid te krijgen. Dus aquamarijn vlam, hoe kan je dat doen? Ik kan gewoon zeggen van ik roep de aquamarijn vlam aan. Om meer helderheid te krijgen in mijn situatie. Je kunt daar die situatie vervangen door iets specifiek. Je kunt ook gewoon visualiseren dat de aquamarijn vlam helemaal doorheen je systeem, dus helemaal doorheen je lichaam, je fysiek lichaam, maar ook je lichtlichaam, dus mentale, emotionele en energetische lichaam, dus eigenlijk als een kristalbol om jou heen zit en helemaal door je heen gaat. Je kunt van langs boven, via je kroonchakra tot helemaal in je voeten en terug naar boven. Er zijn dus verschillende manieren waarop je met de vlammen kan werken. Dus volg je eigen leiding en laat je daar ook niet in beperken door van ik moet dit of dat doen. Met de vlammen werken is het meest eenvoudige, het meest snelle wat je kan gaan doen. Dus ik zou zeggen, probeer het uit. Weet je niet goed hoe of wat, stuur mij een berichtje en dan ga ik je wel nog weer verder op weg zetten. Wat is jouw unieke waarheid in deze situatie? En dat is hetgeen wat we daarnet ook al gezegd hebben. Mannelijke energie komt nog meer, nog meer, nog meer los van bepaalde templates. En dat zien we ook hier weer. Je idee over mannen versus vrouwen blokkeert je. En dus de mannelijke energie gaat op dit moment daar nog veel meer en nog veel dieper mee aan de slag. Nu nog advies van terug naar liefde en eenheidsorakelkaarten. Dat zijn kaarten die ik zelf gechanneld heb met boodschappen die ons behulpzaam zijn in ons bewustzijnproces. Je kan die ook aankopen als mocht je dat zelf in. Daarvan vind je het linkje ook onderaan de video. Jouw unieke frequentie brengt succes en overvloed. Je vibratie maakt je magnetisch. Dus het gaat over hoe je je voelt, dus je emoties. Vecht waar je in gelooft, maar doe het vanuit liefde en compassie. En dat is hetgeen waar we ook elke dag nu tegenaan staan of uitgedaagd worden. Doe iets voor jezelf, want als je wacht, eindig je met niets. En dat is ook weer een hele goede, zeker ook in het pad van tweelingvlammen, dat het belangrijk is om keuzes te maken voor jezelf. Wacht niet op niemand. Want geduldig zijn betekent niet dat je gaat zitten in je zetel en er niet meer uitkomt en het niks meer doet. Nee, het betekent verder bij jezelf blijven werken. Betekent verder in jezelf investeren. Keuzes maken. Hè. Ik ga nu ook verhuizen. Ik ben nu ook naar Kroatië geweest. Ondanks het feit dat mijn tweelingvlam er niet was en ondanks het feit dat ik niet wist of dat in zijn planning ging passen. Maar toch heb ik het gedaan en toen bleek dat het inderdaad allemaal geen probleem was. Daarmee samengaande, druk je gevoelens uit op een evenwichtige manier. Dus het is belangrijk om vanuit een zuivere manier te gaan communiceren wat dat het is dat je nodig hebt, wat dat is wat je niet leuk vindt, wat dat is wanneer dat iemand over je grens gaat. Want dan pas op die manier zal de ander daar ook rekening mee kunnen gaan houden. En het enige wat je moet doen, is jouw licht laten stralen. Dat is wat ik daarnet ook gezegd heb. Blijf gewoon de dingen doen dat je leuk vindt. Blijf de dingen doen dat je vervulling brengen. Dat je plezier brengt. Geniet van het leven. Ongeacht waar dat je staat met je tweelingvlam. Ongeacht het drama in hem of haar leven. In zijn of haar leven moet het zijn. En vooral, geef niet op. Hou je doel, hou je, wat heb ik hier gezegd? Hou je eindlijn is in zicht. We zijn er bijna. Maar het is nog eigenlijk de laatste loodjes. En blijf altijd een heldere intentie zetten. Wat is het dat je wilt ervaren? Wat is het dat je wilt gaan bereiken? Wat is het dat je wilt gaan magnetiseren in je leven? Wat is het dat je wilt gaan manifesteren? Wat zijn die dingen? En zeker als mannelijke energie is het belangrijk om een doel te hebben. Om die structuur te hebben. Om die dagelijkse structuren stuk te hebben, maar tegelijkertijd zet er ook niet in vast. Dus voor de mannelijke energie is het heel belangrijk om daarin meer en meer ook een stuk losser in te komen. Maar telkens keuzes te maken vanuit licht, vanuit liefde, en dan ga je zien dat je meer en meer naar het begin van je nieuwe pad komt en dat je veel meer die licht en liefde op elk vlak in je leven gaat gaan ervaren. Niet alleen in je tweelingvlamconnectie, maar ook op je vlak van je werk, in je gezin, al dan met kinderen, vriendschappen, elk soort relaties, reizen die je wil gaan ondernemen, al die dingen. Je opent echt de snelweg voor zegeningen en je wensen om die gewoon binnen te laten stromen en vliegen. Zo, moest het zijn dat je zelf een individuele reading, dus specifiek voor jou enkel en alleen wilt ontvangen, dan kan dat ook. Kijk naar de linkjes hieronder aan de video. En dan kan je kiezen voor ofwel een dringende, als je binnen het 24, 48 uur wilt.
Of een gewone, ga ik het maar noemen. En dus een tweelinglamreading, dat is afhankelijk van beschikbaarheid. Dus dat kan je zien dan via de online agenda. Als je één en één maar mee wilt werken, dat kan ook. En sinds kort is er ook een membership, waarin dat je op een iets goedkoper manier eigenlijk ook met mij en samen met Sarah, is een coach van mij, die nog mee kan samenwerken. Zo, dat was voor deze video. En kijk zeker ook naar de vrouwelijke energie voor de maand juni, want zoals ik al gezegd heb, beide energieën werken samen. Het is 2022 staat een teken van leren van hoe dat die mannelijke en die vrouwelijke energie in onszelf nog meer kan samenwerken om van daaruit het ook in onze connectie te van toe te passen. Want dat is dan uiteindelijk nodig om in onze volledige gezamenlijke missie te stappen. Sommige tweelingvlammen zijn er al mee bezig met die gezamenlijke missies, natuurlijk anderen, de meesten, nog niet. Dus kijk echt waar jij zit op dit moment in jouw proces, in jouw pad, want het is enkel maar dat die telt. Zo, ik wens je alvast een heel fijne week, een hele fantastische, magische maand en tot in de volgende video. Dag!